op de hoeve van Rita Janssens en Frankie Rozen in Werken, een deelgemeente van het dorp Kortemark in West-Vlaanderen, stond deze zomer het grootste maïslabyrinth van ons land. Het 11 hectare grote doolhof was de ideale uitdaging voor jong en oud. Dat ontdekte ook onze reporter, die het nog even ging opzoeken. Wanneer bent u begonnen met het maken van een maïsdoolhof? Het is ongeveer 3 jaar geleden, voor de eerste maal dat we dat gedaan hebben. Nu is het voor de 3e keer eigenlijk. Nu is het dit jaar een labyrinth en het parcours is moeilijker. Dus met de bedoeling eigenlijk voor in de midden dan een staketsel waar ik het uitzicht heb over het hele veld. Dus dat is, ja, als ze er langer in zitten, zijn ze dan moe. En dan kan ze kunnen daar een keer zitten en een keer pauzeren en dan kan ze weer vertrekken. Het past eigenlijk zo, want dat is allemaal in één blok. Dus je kan zowel de hele of het volledige hectare gebruiken, dan gewoon een klein beetje. Dus als je te klein je route maakt, ben je er in de dikkels in een kwartier of een half uurtje uit. En dat is niet de bedoeling. Het doolhof uitwandelen is niet evident. Zowel alleen of in team vraagt het wat oefening en logisch denkwerk. Ze komen het eerste keer proberen. En dan, ze doen het dan in groep of in teambuilding. En ze maken er wedstrijden onder elkaar van. En dat vinden ze wel leuk, dat ze onder elkaar strijden eigenlijk. En wat is het record van snelste doolhof? Het snelste is in 40 minuten. Eigenlijk wel lopen. Hè. Dat is wel, in 40 minuten mag je het wel, mag niet te veel verkeer lopen, maar in 40 minuten kun je het ook. Rita en Frankie bedachten een circuit waarin je toch enkele uren kan verdwalen. Dat was niet eenvoudig, want het hele jaar waren ze ermee bezig. Grote doolhof met verloren straatjes erin is ongeveer 8 kilometer. En als je de juiste route neemt, alles juist, is het ongeveer 5 kilometer. Voor de kleintjes eigenlijk, kleintje is ongeveer 500-600 meters. En een kwartiertje zijn ze eruit. Maar wel onder begeleiding, hè. Alleen gaan ze er niet in. De eerste reactie is, goh, zo groot. Dus, maar het zitten daar soms mensen in, ze laten niet achter. En dus voor hem onder te plagen, het was een groep over een week of 3. Van de school eigenlijk. En nog een keer, Nino was verloren lopen. Ze vonden hem niet meer. Maar ja, dat zijn jongeren onder elkaar. En ja, ze vonden hem niet. Ze hadden hem moeten gaan uithalen. Nee.